De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen, SVPO, hield vandaag het jaarlijks terugkerend Nationaal Psychologie Symposium. Het thema was Je moet me niet schreeuwen, geweld en agressie van kind tot volwassenen. De SVPO is van mening dat agressie tegen kinderen en huiselijk geweld zaken zijn die veel voorkomen in Suriname, maar vaak binnenshuis worden gehouden, met alle gevolgen van dien. Volgens Manon Sanchez, voorzitter van de SVPO, komen op het symposium onderwerpen aan de orde waar mensen niet makkelijk over praten, maar toch informatie over willen. De Vereniging voor Psychologen en Orthopedagogen bestaat al een aantal jaren. Maar we merken dat als het gaat om de psychologie en de orthopedagogie, dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. Dat ze zoiets hebben van minolau, ze koopt niet daar naar een laumangdatra. Terwijl het daar niet om gaat. De psychologie is een gedragswetenschap. Dus we kijken wat denken mensen, wat voelen mensen, hoe gedragen zich. En als er iets gebeurt, hoe kunnen we ze daarmee helpen? En deze dagen zijn echt om meer de psychologie naar de mensen toe te brengen. Als zij meer horen over wat we doen. En nu hebben we het over agressie. En er zijn echt heel veel mensen op afgekomen. Dat ze zeggen, oké, dus ik kan iets op die manier doen. Of ik kan daar naartoe gaan als ik daarbij hulp nodig heb. Als je hoofdpijn hebt, ga je ook naar de dokter. Dus als je piekert, waarom zou je niet naar een psycholoog gaan? Dus dat is het onderliggende doel. Het symposium was bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Sanchez zegt dat de onderwerpen namelijk een ieder raken. Ik denk dat veel vrouwen op dit onderwerp zijn afgekomen, maar het is absoluut niet alleen voor vrouwen. Want agressie is een emotie. En elk mens heeft die emotie, dus elke man en elke vrouw. Maar soms heb je dat het soms wat meer is, dat je het niet goed kan reguleren. Nou, hoe ga je ermee om? En ik weet niet waarom er meer vrouwen zijn gekomen. Waarschijnlijk omdat vrouwen toch vaak wat meer open zijn. En denk ik wil hier meer over weten. Er zijn veel vrouwen die werken in beroepen die met kinderen te maken hebben bijvoorbeeld. Dus misschien daarom. Maar ja, ik heb al veel opmerkingen erover gehoord. Dus misschien dat we ons de volgende keer ook meer op mannen moeten richten. Omdat ook mannen er baat zouden kunnen hebben bij dit onderwerp en hoe we dit beantwoorden. Dat is dus Manon Sanchez, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen. De VSPO hield vandaag het jaarlijks Nationaal Psychologie Symposium. Het thema was Je moet me niet schreeuwen, geweld en agressie van kind tot volwassenen.